Dag beste kijker en welkom op onze 8e etappe van onze reis met Paulus. We zijn al een tijdje onderweg in Griekenland en van Filippi gaat het nu naar Thessalonica, bij ons nog steeds in de studio. Professor Raymond Bieringer, professor Nieuw-Testamentische Exegese aan de Katholieke Universiteit Leuven. Professor Bieringer, Thessalonica doet natuurlijk meteen denken aan de inwoners en meer bepaald aan de brieven die Paulus heeft geschreven aan de inwoners, de Thessalonicenzen, de eerste en de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Kan u iets meer vertellen over die brieven? Die behoren tot de vroegst bewaard gebleven christelijke geschriften. Waarom zijn ze geschreven? Waarover gaat hun inhoud? Ja, inderdaad. De eerste brief aan de Thessalonicenzen is volgens de meeste exegeten nog altijd vandaag het vroegste document van het christendom. Ja, welk jaartal spreken we dan? 50. Dus 50, normaal wordt het gedateerd op 50. Dus er is geen andere brief die vroeger is. Ik had eerder gezegd, sommige collega's willen wel Galaten in dat jaar als eerste brief dateren. Maar dat is eerder de minderheid. Nu, de vraag voor Galaten is natuurlijk of het meer aansluit bij in Thessalonicenzen of meer bij Romeinen en 2 Korintiërs. Maar voor de eerste brief aan de Thessalonicenzen wordt heel duidelijk dat een aantal formele aspecten van de brieven aantonen dat dit een heel vroege brief is. Soms heeft men gezegd, Paulus is er nog bij om te leren hoe hij zijn brieven wil schrijven. En een aantal formele elementen zijn pas later volledig ontwikkeld. En nu, dus Paulus heeft Thessalonica volgens Handelingen hoofdstuk 17... op dezelfde reis, dus natuurlijk kort na het bezoek in Filippi, rond 48-49, bezocht. En schrijft dan in 50 al een brief. Hoe komt dat? En waar is Paulus als hij die brief schrijft? Wel, in Thessalonica loopt het niet heel goed af. Er zijn mensen die zich tegen hem kanten. Paulus wordt vervolgd. En de mensen van Thessalonica brengen hem onmiddellijk in zekerheid naar Berea. Dat is enkele 100 kilometer verder, maar ook daar begint men Paulus achterna te lopen. En dan brengen ze hem onmiddellijk naar Athene. 600 kilometer ongeveer waarschijnlijk verder naar het zuiden. Paulus moet zeker zijn. Hè? Dus dat is het verhaal van Handelingen. En Paulus komt dan vanuit Athene naar Korinthe. We zijn in het jaar 50 en Paulus schrijft een brief aan de mensen in Thessalonica. Omwille van het feit dat hij daar dus begonnen is met het verkondigen van het evangelie. En dat hij door Timotheus, die achter was gebleven in Thessalonica, intussen gehoord had dat er een aantal dingen toch niet helemaal goed begrepen waren in Thessalonica. Ja. Dus over het algemeen is de relatie tussen Paulus en de mensen in Thessalonica, zoals ook trouwens in Filippi, heel positief. Dat is een vriendschappelijke relatie. De relatie is niet bedreigd. Maar er zijn een aantal, we zouden vandaag misschien noemen doctrinaire, een aantal leerstellige, een aantal theologisch-inhoudelijke vragen die dus moeten worden onder de aandacht gebracht van de Thessalonicenzen. Nu, waar gaat het daarover? Wel, het is heel interessant dat Paulus in deze brief al de trias van geloof, hoop en liefde aanspreekt. Maar als je wilt weten waar een Paulusbrief over gaat, moet je het begin lezen. Dus in de dankzegging, in de manier waarop hij eigenlijk dank zegt aan die gemeente, ziet je eigenlijk al waar het zal over gaan. En heel interessant, in de eerste brief aan de Thessalonicenzen gaat het over liefde en geloof. Maar hij zegt niets over de hoop. Ja. Waarom? Hij kan hen niet prijzen over hun christelijke hoop, omdat die hebben ze niet goed begrepen. Ja. En daar gaat het dan over, in hoofdstuk 4, vers 13. Dus waar hij dus zegt dat hij iets wil vertellen over de mensen die overleden zijn, zodat ze niet zijn zoals die mensen die geen hoop hebben. Ja. En dus het is een brief over de zogenaamde eschatologie, om een moeilijk theologisch woord te gebruiken, over de vraag van welke toekomstverwachtingen heeft een christen. En dan moeten we nog een woordje zeggen over de tweede brief aan de Thessalonicenzen, die door vele exegeten vandaag, ook door mij, eerder als niet door Paulus zelf geschreven tekst wordt beschouwd, die waarschijnlijk iets later geschreven is, die wel zeer parallel opgebouwd is met de eerste Thessalonicenzenbrief en die ook terug over eschatologie gaat, maar die duidelijk een latere situatie weerspiegelt dan de eerste brief. Ja, dus die het thema overneemt, maar toch duidelijk later in een andere context. Dat is zeker mijn mening. Geschreven is. Dus die brieven aan de Thessalonicenzen,
dienen om inhoudelijk de puntjes op de i te zetten. Wat ook opvalt in Paulus' activiteit in Thessalonica, is dat zijn verkondiging niet meer beperkt blijft tot de Joden alleen. Dus waar hij vroeger stevast in de allereerste plaats gericht was op de Joden, zoals we ook nog in Filippi zagen, hè. Dus hij zoekt onmiddellijk de Joodse gebedsplaats op om daar zijn verkondiging te starten, zien we hier dat de verkondiging echt wordt opengetrokken. En het gaat onder andere over een grote groep godvrezende Grieken en een niet gering aantal aanzienlijke vrouwen die zich bij Paulus aansloten. Wat mij dan opvalt is, hoe komt het dat die groepen ontvankelijker lijken voor de christelijke boodschap dan de Joden tot wie Paulus zich eerst richt? Is dat gewoon een literair motief of was dat echt zo? Wat zijn uw hypotheses daarover? Nu, dat is een heel interessant en heel belangrijk, een zeer belangrijk verhaal. Het is ook heel ingewikkeld. Omdat aan de ene kant, denk ik, moeten we onderscheiden opnieuw wat aan de ene kant Handelingen zegt en wat Paulus zegt. Dus Handelingen heeft duidelijk een soort missieschema in het hoofd. Dus Paulus moet eigenlijk eerst naar de synagoge gaan. En hij moet daar afgewezen worden. En dan gaat hij naar de anderen. Dat is in het hoofd van Lucas. En dat is bijna ook zo'n soort impliciete legitimatie om naar de heidenen te gaan, omdat de Joden hebben hem afgewezen. Dat is zeker natuurlijk als dusdanig opnieuw een narratief en een theologisch schema dat men zo niet letterlijk moet geloven. Hè. Dus er waren zeker ook Joden in al die plaatsen die hem aanvaard hebben. En de namen zijn zelfs soms bekend en zo verder. En de vraag is natuurlijk ook of de mensen die hij dan buiten de synagoge ontmoet, of dat nu mensen waren die volledig afstandelijk of helemaal niets wisten over het Jodendom. Ik denk in de meeste gevallen, misschien zelfs alle gevallen, waren dat mensen die eigenlijk als sympathisanten van het Jodendom waren en daardoor teksten uit de Bijbel kenden. Daardoor eigenlijk al voorbereid waren om dus wat Paulus zegt toch te kunnen kaderen en daar aanknopingspunten te hebben. Eerlijk gezegd, ik kan me bijna niet voorstellen dat er iemand die helemaal van het Jodendom niets kende, in Thessalonica bijvoorbeeld, dat die dus zomaar bij Paulus kon aansluiten. Ja. Of dat die kon ergens begrijpen waar Paulus mee bezig was. Dus de term heidenen is toch ook een term die relatief is. In de zin dat die personen waarschijnlijk dichter stonden bij het Jodendom dan de term zelf doet vermoeden. Dan een heiden, dan denken we meteen aan iemand die van niks iets afweet en die volledig op een afstand staat. Maar die mensen kenden dus toch er wel meer van dan de term op het eerste zicht doet vermoeden. Ik denk het wel, hè? Ja. Omdat we mogen niet onderschatten, het Jodendom had een enorme aantrekkingskracht op bepaalde momenten in de oude wereld. En overal waar het Jodendom in de diaspora aanwezig was, was er zo'n kring van mensen, van heiden, zoals men het dan noemt, die dus rondom het Jodendom, en die waren op verschillende, dat waren concentrische cirkels, die op verschillende afstanden stonden. Die geïnteresseerd waren, die zich in zekere zin verwant voelden. Maar mensen ook die dan op weg waren om echt Joden te worden. Ja, ja. Dus er zijn verschillende stadia. En ik denk dat uit die kringen, volgens mij, komen de eerste christenen. En dan pas later, als zij dan misschien zelf dan doorvertellen aan andere mensen, komen anderen. Natuurlijk, Paulus spreekt in het begin van de eerste brief aan de Thessalonicenzen ook over het feit dat ze ooit afgoden hebben vereerd en zo verder. Maar de vraag is, was dat voordat ze sympathisanten werden, was het toenadering tot het Jodendom daar nog een tussenstap of niet? Daar zegt Paulus niets over, maar ik heb toch een sterk vermoeden dat dat een rol speelt. Ja, dat brengt mij dan ook meteen bij de derde vraag. Het valt op dat Paulus een heel sterke doctrinele, leerstellige focus heeft in zijn geschriften, in zijn predicatie. Dus heeft die doctrinele focus dan te maken met het feit dat de mensen tot wie hij zich richtte al iets begrepen, dat ze in zekere zin al een beetje een basis hadden, dat het fundament bij hen al gelegd was, waarop Paulus dan kon verder bouwen met zijn verkondiging? Ja, dit is ook een zeer belangrijke vraag. Het is inderdaad zo dat de brieven van Paulus, de ene wat meer dan de andere, maar volstaan van theologie, hè, wat we vandaag theologie noemen. Hè. Dus natuurlijk
Men kan discussiëren of dat in de technische zin echt naar theologie maar is. Maar het is in elk geval geen modern waardediscours of wat dan ook. Het is stevig. Het is stevige theologie volgens mij. Hè. Maar het is een theologie in wording. Ja. Dus het is een theologie die antwoordt op specifieke pastorale situaties. Dus ik heb dat geprobeerd in mijn eigen onderzoek om aan te tonen hoe Paulus eigenlijk zijn theologie ontwikkelt, geleidelijk aan, in dialoog met concrete uitdagingen. Ja. En die concrete uitdaging in Thessalonica was de dood van mensen. En dus ja, hoe moet je als christen daarop reageren? Welke boodschap heeft het christendom? Welke perspectieven heeft het christendom voor na de dood? Ja. Inderdaad, dus dat is de hoop. En daarom spreekt Paulus dat aan. Dus natuurlijk kan men zich vandaag soms afvragen of de mensen, de geadresseerden van die brieven, echt begrepen wat Paulus geschreven heeft. In sommige brieven is dat zo ingewikkeld, zeker voor ons vandaag, maar toch waarschijnlijk ook voor mensen van toen. Was Paulus eigenlijk reader sensitive? Dus ja. Heeft hij, men kan natuurlijk zeggen, het feit dat hij zo geschreven heeft, bewijst dat ze dat ook konden verstaan. Ja. Maar er zijn anderen die zeggen, nee, soms was hij ook niet helemaal gericht op de geadresseerden. En dat heeft voor sommigen verklaard dat ook de conflicten. Ja. Dus omdat die mensen gewoon hem niet begrepen. Ja. En daardoor ook natuurlijk in hun praktijk niet zo leefden als zij het verwachten. Ja. Maar dus in elk geval, Paulus is toch iets minder dan de komeet aan de hemel, zoals hij soms wordt voorgesteld. En die tot op een aarde valt waar hij helemaal een vreemdkörper is, om het zo te zeggen. Nee, zou ik niet denken. Zo, professor, veel dank. Dat was het voor deze aflevering van Reizen met Paulus. En graag zien wij u terug voor een volgende video in deze reeks of een andere video op dominicanen.tv.